Kijk, en als schapenboer kijk je elke dag wel 1 à 2 keer bij je schapen. Maar ja, je bent er misschien ook wel eens een keer net geweest en dat het dan pas gebeurt. En dan is het mooi als een voorbijganger het ziet en dat hij dan ook weet wat hij moet doen. Schapenboer Tom Dekker zette een video op Facebook waarin hij voorbijgangers alert maakt op de kop liggende schapen. De video is al meer dan 500.000 keer bekeken. Maar hoe kun je dan zo'n schaap helpen? Dan is het beste dat je hem bij de kop, achter bij de kop pakt en je hem in één vloeiende beweging rechtop zet. En dan moet je vaak even wachten totdat hij blijft lopen. De organen en de lammetjes in de buik van een schaap zakken naar beneden, waardoor het voor een schaap onmogelijk wordt om zelf op te staan. Schapen die te lang op hun rug blijven liggen, kunnen doodgaan. En het ene schaap, dat kan na een uur al dood zijn, maar je hebt ook schapen die kunnen wel een dag op de rug blijven liggen. Maar het is gewoon zo, hoe eerder hij weer rechtop gezet wordt, hoe beter het is.